Ja, natuurlijk voel ik me, ik voel me Nederlander en ik voel me Zeeuw. Dat is heel sterk bij Zeeuwen. Dus ja, dat is wel een stukje trots. En ik heb dat eigenlijk niet echt, ik heb daar niet over nagedacht op het moment dat wij dus op die hoge plaats binnenkwamen, dat ik dan opeens de beste Nederlander was. Maar ja, het is allemaal heel betrekkelijk. Ik vind het allerbelangrijkste is echt daadwerkelijk het zijn in die top 50. En welke plaats, zoals Johnny zei in de Telegraaf, volgend jaar sta je weer op 49. En daar heb je ook helemaal geen hand in. We moeten gewoon zorgen dat we goed ons best blijven doen. En zorgen dat we relevant blijven. Dus het houdt ons wel scherp, denk ik. En het is wel een super mega motivator. Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk zijn we daar best wel mee bezig, maar niet heel erg bewust in de zin dat we dagelijks zeggen van het moet en het gaat en het zal. Ik denk dat we heel kritisch dagelijks tegen ons werk aankijken. Op die manier dat we daardoor ook heel goed groeien in wat we dagelijks doen. En zolang we dat blijven doen en daar ook die motivatie in vinden, denk ik dat we goed bezig zijn. Het allerbelangrijkste is natuurlijk toch gewoon echt iedere dag een volle restaurant draaien met tevreden gasten. Ik denk, zo gauw je dat altijd bewerkstelligt, dan moet die derde ster op een of andere manier toch organisch komen. Natuurlijk is het heel belangrijk voor ons, ook de derde Michelinster. Maar het is niet dat we daar zo hard mee bezig zijn dagelijks. We zijn veel harder bezig met onze gasten en de beleving van onze gasten. Dus als het daardoor meekomt, ja, vind ik prima. Het is, kijk, ik zeg altijd, je hebt hele goede drie sterren, je hebt wat minder goede drie sterren, je hebt hele goede twee, je hebt minder goede twee. We zijn een beetje in een, ik denk dat juist in een hele favoriete positie, want heel veel mensen vinden dat we er drie zouden moeten hebben. En dan kijken we dat een beetje zo verlegen bij aan, van goh, vindt u dat, wat mooi. En ik denk dat je, als je drie sterren, dat je toch heel anders benaderd en beoordeeld wordt. Dus we zitten in een goede positie nu. En ik denk dat we gewoon door moeten gaan met wat we doen. Zorgen dat we constant blijven en ook interessant blijven. En dan moet het uiteindelijk wel komen. Nou, Michelin is heel dynamiek, hè? Dus als je zegt van nou, waarom nog geen derde ster? Maar dan, de vraag is eigenlijk veel belangrijker. Waarom ben je al 6 jaar 2 sterren, terwijl er zoveel restauranten verloren hebben? In hele korte periode. Want er zijn restaurants die 3 sterren hebben gekregen van niets. En al het volgende jaar weer een ster kwijt waren. Dus het is dynamiek in zekere zin in Hongkong. En vele maten meer dan in Nederland of in Frankrijk. Ik denk dat dat ook een reflectie is van de restaurants scene. Dus dat Hongkong heel veel restaurants opent en ook weer dichtgaan. En ik denk dat daardoor je juist. Ik denk dat wij juist dus weer in die 6 jaar hebben laten zien dat wij ook mega consistent zijn. En dat is natuurlijk op zich ook een heel groot compliment. Dus 6 jaar lang 2 sterren, dus van niks naar 2. En dat ook volledig behouden hebben. En dat is niemand gelukt. Dus dat is op zich al een heel erg grote waardering. Nee, dat denk ik niet. En dat heeft niets te maken met het feit dat ik niet meer van Nederland hou. Ik ben op jonge leeftijd naar het buitenland vertrokken en ik heb gewoon daar mijn carrière voor gezet. Ik heb gewoon besloten dat de grenzen voor mij wat minder belangrijk zijn en bepalend. Ik denk dat de aardbol is jouw wereld en jij bepaalt zelf wat jouw thuis is. Ik denk niet dat ik terug naar Nederland zou komen. En dat heeft echt puur te maken, ik zeg dat ook gisteren nog tegen een andere journalist, van kijk, wat wil je? Wil je spelen in een restaurant of in een stadion voetballen waar nog vakken leeg zitten, of wil je gewoon in een stadion zitten waar iedere dag 70.000 man zitten te kijken? En dat is een beetje het gevoel wat we hebben in Hongkong. We zitten een maand van tevoren vol, we zitten altijd in een volle tent. En dat is wel heel, heel erg bijzonder. En Hongkong is gewoon een hele opwindende stad. En een echte eetstad, dus een echte eetcultuur, dus heel veel te doen. Ik heb daar heel veel succes bereikt en dat wil ik gewoon voortzetten. Ook met mijn andere zaken nu in China. En ik heb gewoon mijn zinnen op die wereld, op dat continent gezet. Ja, kijk, ik ben vrij jong. Ik heb in Nederland gewerkt met Hans Snijders, met Ben Willemsen in Middelburg in de Gespleten Aarde. Toen ben ik naar Hans Snijders gegaan. Van Hans Snijders ben ik vertrokken naar Robert Kranenborg. Ik heb zelfs nog een hele korte tijd bij Soevereins in Scholtershof gezeten. Ik denk natuurlijk dat ik, dat is een heel belangrijk, ik heb leren koken in Nederland, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik heb een hele goede leerschool gehad, maar mijn vertrek op vrij jonge leeftijd, na het winnen van de Zilveren Koksmuts, heeft toch, mijn route naar Frankrijk, heeft toch wel heel erg duidelijk een stempel gezet op een hele Franse manier. Dus ik ben een hele Franse chef en daar ben ik ook heel trots op. Ik voel me ook best wel een beetje Fransman, ik ben echt wel een beetje chauvinistische Nederlandse Fransman. Ik zeg altijd met een Nederlands hart, maar een hele Franse ziel.
En dat zie je ook in mijn keuken. En daar voel ik me ook heel comfortabel mee. Ik vind ook dat Frankrijk een van de mooiste terroirs heeft. Dus verscheidenheid van keukens en een heel groot respect voor traditie. Ik vind dat dat juist in Nederland niet genoeg doorklinkt. Dus het behouden aan een bepaalde traditie en lijn. Ik denk dat iedereen toch heel erg trendgevoelig is in Nederland. Er zijn er wel een paar, maar ik denk de Zeeuwen zijn dat wat vaster in hun roots, producttechnisch gezien. Omdat er ook natuurlijk een hele mooie terroir is. Maar in Nederland is dat wat minder te voelen. Jonny heeft het natuurlijk wel wat duidelijker, denk ik. Ook altijd heel erg op zoek naar lokale producten. In mijn keuken vind je dat terug? Nee, niet echt. Ik ben heel Frans. Dus ik denk wel wat heel belangrijk is, is ik heb dat standvastige en toch wel hele voetjes op de vloer van Nederland. En dat vind je terug in mijn organisatie, die gewoon heel strak is. Nou, kijk, 16 uur per dag, dat is niet uniek hoor. Het wordt nu opgepakt alsof dat zo uniek is in ons vak. En dat is het echt niet, want laat ik je vertellen, de meeste mensen die kennen, zoals Sergio, die doen dat ook zeker. En ik denk ook niet dat het anders kan. Het maakt niet uit of je nou een chef bent of een succesvol advocaat. Ik denk als je succesvol wilt zijn, moet je gewoon harder werken dan andere mensen en daar meer tijd in stoppen. Het is ook niet een baan voor mensen zoals ik. Wij zien het echt als een passie en we zijn gedreven door hele andere elementen. Maar wat wij buiten het werk doen, ja, alles is eten gedreven. Je hebt het kunnen volgen in de laatste dagen. Naar Londen gelijk naar Zweden om te eten in verschillende zaken. We zijn altijd heel erg bezig met eten, met onze familie ook. Dat is echt een totaal bij-in van onze familie, dat we allemaal heel erg van lekker eten houden. Dus alle vakanties worden afgestemd op een restaurant soms, of op een regio waar we heel graag willen gaan eten. Dus ja, dat doen we heel veel, eten. Dat doe ik ook op een vrijdag. Daarnaast, ja, ik ben een normale vent. Ik lees graag mooie boeken. Ik hou van mooie muziek. Ik ben gek op mijn motor. En er zijn heel veel dingen die ik naast werken probeer te doen. Dat ik naast het werk probeer te doen, die me toch wel een beetje een afscheiding geven tot wat ik dagelijks natuurlijk mee bezig ben. Zoals ik zei, ik heb leren koken in Nederland, duidelijk. Ik heb natuurlijk grote meesters gehad en die allemaal heel belangrijk. En Robert zeker is wel de man met de puntjes op de i. Hè. Dat weet iedereen in Nederland. Is toch een van Nederlands allergrootste chef aller tijden. Heeft mij echt klaargestoomd voor Frankrijk. In de tijd dat ik naar Frankrijk ging, wilde niemand naar Frankrijk. Niemand wilde ook naar het buitenland. Dat was ook niet echt gezien. Dus ik ben best wel een beetje een pionier geweest, denk ik, in die tijd. Wat ook wel een beetje een brug gebouwd heeft voor andere jonge mensen. Om te zeggen van, nou ja, het houdt niet op in Nederland. Daardoor ben ik wel heel erg verliefd geworden, denk ik, door die opleiding met Robert en die hele Franse manier van werken. Ik ben heel erg verliefd geworden op Frankrijk. En dat vind je gewoon heel duidelijk terug in wat ik dagelijks doe. Dus ik ben echt een francofiel, ook wijntechnisch gesproken. Ik ben nog echt een chef die heel erg hard nadenkt over hoe werkt het gerecht wijntechnisch. Dus soms hou ik dingen weg of juist omdat ik vind dat het met de wijn heel goed moet werken. Dus wij zijn heel erg wijngefocust. En dat is omdat Hongkong zo'n ongelofelijke wijnstad is. En daar moeten wij gewoon mee werken, omdat dat heel belangrijk is. En ook zakelijk heel belangrijk voor ons. Nou, niet echt. Ik heb het altijd. Ik ging duidelijk naar Frankrijk en er waren verschillende chefs waar ik mee wilde werken. Passard was de eerste, vervolgens werd het Guy Savoy. En Guy Savoy had dat ongelooflijk organisatievermogen met meerdere restaurants. Dus eigenlijk de eerste chef die global ging. Had een restaurant in New York, had verschillende brasserieën in Parijs. En ik wilde echt zien hoe die dat dus deed. Dus het runnen van meerdere restaurants, wat was niet echt gebruikelijk. Nu is dat wel echt gebruikelijk geworden. Dat is een beetje een model geworden wat heel veel chefs gevolgd hebben. En bij Gagnère ging ik werken omdat ik juist, dat was een man die zo'n enorme vrijheden nam in het koken en heel intuïtief werkte. En dat was echt in de tijd, was dat de grote jonge man, de gekke. Ik weet nog goed dat ik bij Gagnère werkte en Ferran kwam dus bijna iedere twee maanden kijken wat Pierre Gagnère aan het doen was. En niemand kende nog Ferran. En zo heb ik Ferran leren kennen. Om die even aan te geven, Charlie Trotter was er zeer regelmatig. Allemaal hele toonaangevende chefs kwamen dus bij Pierre Gagnère inspiratie op doen. Om te begrijpen waar hij dus mee bezig was. En niemand begreep dat. Ik ook na 3,5 jaar heb ik niet echt. Ik was op zoek naar dat concept. En dat was geen concept. Het is echt de persoonlijkheid Pierre Gagnère. Ik noem hem altijd de jazzmuzikant van de kookkunst. Een man die absoluut zonder recepturen werkt. Heel intuïtief. En dat heeft mij heel veel aangegeven in de zin dat dat me bepaalde vrijheden heeft gegeven, maar ook het vertrouwen van je intuïtie.
En dat jij uiteindelijk bepaalt wat de waarheid is. En niet de schrijvende pers of je gasten ultiem. Dan zijn dat wel mensen die je nodig hebt om een restaurant succesvol te maken. Maar jij bepaalt je eigen toon. En dat is wel een hele belangrijke ervaring voor mij geweest in de tijd met Pierre. En van daaruit, ja, en toen kwam Guy Savant naar mij toe. Wil je niet naar het buitenland? Ik was altijd een beetje reiziger geweest tussen de verschillende banen. En dat trok me gewoon enorm aan. Mauritius, moest de eerste keer even kijken waar het was. Ik dacht dat het Mauritanië was, dus niet. Mauritius, heel mooi tropisch eiland. Een grote verscheidenheid van culturen. Nou, het was ontzettend opwindend als chef daar naartoe te gaan. En gewoon meer te leren dan de Franse keuken. Dat heeft me ook weer vrijheden gegeven en een manier van denken die anders is waarschijnlijk. En van daaruit wilde ik naar New York toe, wilde daar een restaurant openen. Maar 9 september had een ander idee en dat restaurant is dus nooit open gegaan. Dat was met een investeerder die dat geregeld had via Alain Ducasse in de tijd. En dat is niet gelukt. En ja, toen ben ik uiteindelijk Jean-Luc Naret achter gegaan. Dat is ook toen heel bekend geworden in Nederland dat ik voor hem gewerkt had toen hij in Nederland kwam. En zijn we samen naar Sandy Lane gegaan. En dat was een fantastische ervaring ook. Maar het was een beetje het eiland te ver voor mij. Er was gewoon, ik had andere plannen. En toen kwam Hongkong. En ja, ik was al een paar keer door Hongkong gereisd. En dat had altijd een hele grote indruk op me gemaakt. Een wereldstad. En ik vond het een heel mooi idee om daar aanwezig te zijn. En sindsdien nooit meer teruggekeken. We hebben nooit echt gedacht van, nou ja, wat wordt het hierna? We hadden zo verschrikkelijk veel projecten. En plannen. En die zijn we gewoon helemaal gaan doorvoeren. En toen kwam Michelin op een gegeven moment. Dat heeft ook wel bepaalde dingen veranderd, denk ik. En dan begin je toch veel langer vooruit te plannen. En tussen mij en Mandarin Oriental werkt het gewoon mega goed. En we hebben een hele goede verstandhouding. Het is een groep die absoluut heel erg gedreven is met kwaliteit. Wat heel deze dagen moeilijk te vinden is. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. Heel F&B gedreven. En de juiste mensen ook aantrekken om dat te bewerkstelligen. Dus ik ben super happy in deze groep en absoluut niet op zoek naar iets anders. Nou, ik denk, kijk, ik heb echt mijn zin op China gezet. Daar heb ik nu ook een bepaalde bekendheid en een bepaalde autoriteit. En daar moet je natuurlijk ook op inspelen. De stap naar Shanghai was heel duidelijk, was ook heel positief. Als synergie tussen de twee hotels, dus tussen de Mandarin in Shanghai en die van Hongkong. Zeker komen andere projecten. We zijn volop bezig met andere dingen. Maar we willen eerst dat het restaurant succesvol is, goed loopt. We willen niet gaan rennen voordat we kunnen lopen. Dus we blijven gewoon heel erg focussen op deze twee projecten nu. Kwalitatief stabiliseren en van daaruit gaan we gewoon verder groeien. Nou, er zijn eigenlijk best wel heel veel ook overeenkomstige dingen ook hoor. Want mensen hebben het idee dat in Azië alleen mensen hard willen werken. Maar er komt ook een nieuwe generatie aan die ook best wel gewend wil raken aan 5 dagen per week werken. En een betere balans tussen het leven en het werken. En dat zie je ook, dus dat moeten we ook managen. Dat zijn nieuwe problemen, want in het verleden was Hongkong echt een hele gedreven stad. Mensen werkten heel erg hard. Ik denk dat komt met het feit dat het een stad is met veel weelde nu. Dus mensen willen toch wat minder. En dan toch wat meer eruit halen dagelijks. Dus dat moeten we managen. Dus het is heel moeilijk. Gelukkig hebben wij een heel internationaal team. Dus we kunnen dus mensen aannemen uit Nederland, Frankrijk, Australië, Japan, et cetera. Dus het is een beetje United Nations bij ons in de keuken. Dus we hebben een goede mix. En dat is ook heel stimulerend. We hebben mensen komen uit de Filipijnen. Die hebben dan de school van Ducasse gedaan. In de Filipijnen komen bij ons. Ze zijn mega gemotiveerd. En dat drijft ook weer de Chinezen in de keuken. Om te zeggen van, oh kijk, dit is een iemand dan een ander land is mega gedreven. Dus dat is heel positief ook. Wij zien dat absoluut niet van we brengen heel veel mensen binnen. En dat is op een of andere manier belemmert dat dus de werkgelegenheid voor de Chinezen. Maar dat vult juist het team heel erg mooi aan. En dat maakt het heel opwindend dagelijks. Kijk, er is altijd een hele grote liefde geweest in Hongkong naar de Franse keuken. Dat werd altijd gezien als de luxe westerse keuken, echt exotisch. Dus wat wij proberen is daar heel duidelijk Frans in te blijven. Dus zo gauw ik bijvoorbeeld gember aan iets toevoeg of wasabi, vermindert dat in de opinie van de Chinese gast toch wel een beetje het exotische aspect van de keuken. Dus wat wij proberen is heel Frans te blijven in de smaak. Maar waar wij juist denk ik heel bijzonder in zijn, is het feit dat we op een hele bijzondere soort van kruispunt zitten. Waar je dus Japan hebt, Europa aan de andere kant, China.
En natuurlijk in het zuiden Australië, Nieuw-Zeeland en Tasmanië. En dat geeft je dus een toegang tot producten dat je kaart, menukaart heel interessant maakt. Ik heb bijvoorbeeld in de zomer ook truffels, maar uit Tasmanië. Ja, dat geeft je hele nieuwe gelegenheden. Dus opeen kan je een doppert op een verantwoordelijke manier vermengen met een wintertruffel. En dat geeft heel veel nieuwe mogelijkheden. Wij werken heel veel met de Japanse markt. Dus zeker in qua zeevruchten. En we hebben hele bijzondere producten. Dus als je een Frans gerecht maakt met een ander product, heb je toch een hele andere beleving. Dat maakt onze keuken denk ik heel interessant. En ik denk juist dat die métissage die wij doen in onze keuken, dat mensen aanspreekt. Absoluut, maar ja, dat kan je ook niet helemaal, dat kan je niet te romantisch maken, want we zitten in een wereldstad. Het is niet veel landbouw. Alhoewel, we hebben heel veel mensen aangezet tot het doen van leuke dingen. Dus we werken met verschillende mensen die buiten Hongkong, dus in, dat heet bij ons de New Territories, hele interessante dingen doen. En dat heeft ook te maken met het feit dat we zoeken om toch wat beter met de toekomst om te gaan. Dus zware producten, dus bietjes voor bijvoorbeeld. Verschillende verscheidenheden van bieten laten we dan planten, omdat die zwaar zijn. Dat heeft ook best wel heel veel in aarde qua transport. En daar zijn we heel, heel hard mee bezig. Dus dat gaat, maar het gaat heel langzaam. Dus we werken met een 12-tal producenten, kleine boertjes, die voor ons bepaalde dingen doen. Maar ja, er zijn bepaalde dingen die we dus weer niet kunnen doen. En die moeten we dan toch weer importeren. Maar dat is de realiteit van wereldstad. Nou, ik denk dat het iedereen beter gemaakt heeft. Hoe meer mensen kundig zijn, de meer de druk staat op de mensen die het moeten toeleveren. Dus dat is een hele gezonde ontwikkeling. Ik heb ook nooit gezien dingen zoals social media en dergelijke, dat als een bedreiging te zien, maar juist als een opportunity. Dus als iemand niet gelukkig was, te begrijpen waarom die niet gelukkig was. En daar ook volledig mee te communiceren en te begrijpen. En misschien het verbeteren. En daar ook misschien de mensen terug te brengen en ze toch de juiste beleving te laten beleven. Ik denk dat de hele wereld alleen maar verbeterd is. Er staat heel veel druk op de ketel bij iedereen daardoor. Iedere gast is heel belangrijk. Vroeger in restaurants zaten nog wel eens de Michelin-inspecteur te zoeken. En nu moet je gewoon echt op je kwieven zijn voor iedere gast. En ik denk dat het juist een hele belangrijke ontwikkeling is. Dus ik denk dat het hele niveau daardoor enorm gegroeid is. Maar natuurlijk, de producten zijn ook, sommige producten zijn beter geworden. En dat heeft gewoon heel veel voet in aarde gehad in ons vak. Ah, ik denk dat het vandaag in de wereld. Kijk, ik ben de eerste. Ik kwam in Frankrijk en mijn naam was La Hollande, hè, de Holland. En er werd mij ook gelijk verteld van vanaf nu ga je leren koken. En kijk, de Fransen zijn natuurlijk een beetje haantjes. Maar ze hadden ook heel snel begrepen dat ik niet hoefde leren koken in Frankrijk. Dat ik zeker gelijkwaardig was. Ik denk dat er goed gekookt wordt over de hele wereld. Chefs hebben gereisd, hebben know-how gedeeld. Kijk, Robert is naar Frankrijk gegaan, terug naar Nederland gekomen. Heeft daar een hele movement mee tot stand gebracht. Precies hetzelfde is gebeurd met chefs die naar Spanje zijn gegaan en dan weer andere technieken hebben meegenomen. Dus ik denk dat vandaag aan de dag, en als je dat ook dan kijkt naar die lijst, de 50 best, is dat heel duidelijk te zien dat er gewoon toprestaurants wereldwijd zitten. Ik bedoel, opeens wordt Lima een bestemmingsplaats voor als culinaire bedevaart. En dat is toch heel bijzonder. Ik denk dat het mooie is van een hele globale wereld. Nou, ik denk wel dat met de toekomst, kijk, het exotische in de keuken, dat kan je ook heel duidelijk in Nederland merken en ook in Frankrijk. Dus het beetje het verbasteren van de keuken zelf, het verbasteren van de Franse keuken, door het toevoegen van wasabi en miso en dat soort dingen. Ik denk dat dat gaat verdwijnen. Ik denk dat mensen meer en meer toch gefocust zullen zijn op wat er echt daadwerkelijk signature is voor hun regio. Daarom wilde ik ook heel duidelijk naar Zweden toe. Omdat die dus heel duidelijk een eigen stempel zetten op hun keuken. En daar ook heel trots op zijn. Ik vind dat Nederland dat ook moet doen. Veel beter dan dat wat we nu doen. En dan hoeft dat niet dat iedereen boerenkool staat te koken. Maar ik denk dat daar wel een mogelijkheid is en een absolute gelegenheid. Om daar veel duidelijker rol in te spelen. En niet zozeer internationaal te blijven of exotisch op sommige momenten.
En ik denk dat dat de trend is wereldwijd. Nou, bij ons niet, want bij ons juist, wij willen juist dat het heel opulent blijft en heel, heel bijzonder. We willen echt een luxe ervaring hebben. Dat ook de luxe verandert, dat is een feit. Mijn grote voorbeeld is altijd het merk Hermès, omdat Hermès altijd heel ambachtelijk gedreven is, ook altijd de allermooiste materialen kiest, een bepaalde klassicisme behoudt, maar juist ieder jaar op een of andere manier weet zich te herontdekken en zich toch wel relevant te maken in de modewereld. En ik denk dat ik dat probeer te doen, ook op een dagelijkse dingen. Dus wij proberen wel echt een klassieke inslag te behouden. Maar zeker proberen we er dus met de tijd mee te gaan en daar relevant in te blijven op een culinair niveau. Dus dat is een beetje onze visie. Nou kijk, ja, Jonny en Serge, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende. En dat zijn ook jongens die ik heel goed ken en ook in een keuken heb mogen eten. En we krijgen ook jongens van hun regelmatig die bij ons komen werken. Dus dat is een hele goede verstandhouding. Daar heb ik grote bewondering voor, wat zij natuurlijk voor Nederland gedaan hebben. Heel belangrijk, grote ambassadeurs. Maar blijf ik toch een beetje een Zeeuw, wat een Edwin Vinken doet in het zuiden van Zeeland is geweldig. Ik heb vorig jaar bij hem gegeten, ik vond het, of 2 jaar geleden zelfs. En ik vond het echt super. Dat is echt een jongen die binnenkort voor 3 sterren gaat. Dat is echt een heel groot niveau. Hele grote trots in zijn productkeuze. Hele duidelijke lijn. Echt een Zeeuwse lijn. Vind ik ook heel belangrijk, denk ik. En dat hij laat toch zien dat dat ook in Nederland heel duidelijk kan. En dat vind ik heel bijzonder. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Een hele grote chef. Nou, dat zou ik geweest moeten zijn, in de zin als ik dan bitterballen en dat soort dingetjes zou. Nee, nou, bijvoorbeeld, we gaan nu richting juni weer en wij doen altijd traditioneel, ieder jaar gaan we dus toch met de maatjes werken in Hongkong. Dus we proberen wel bepaalde dingen te brengen. Dan wordt het niet een harentje met uitjes, maar dan gaan we er wat leuks mee doen, omdat het een mooi product is. En mensen dat nu ook enorm waarderen en ook al beginnen te vragen van wanneer zijn ze er weer. Dus dat product brengen we binnen en daar blijven we heel trots bij. Of ik echt een ambassadeur ben, ik weet het niet. Ik denk dat ik een beetje misschien een voorbeeldfunctie heb. En dat hoor ik ook via Facebook voor jonge chefs om naar het buitenland te gaan. Toch wel dat Nederland, dat het daar niet bij ophoudt. En dat je zelfs als je terug zou willen komen, dan een hele mooie ervaring kan bouwen in het buitenland. En hele andere ervaringen kan toevoegen die juist heel interessant zijn om daarmee terug te komen. En ik vind dat ook, ja, dat vind ik ook best wel leuk. Dus ik krijg ook heel veel mailtjes van en Facebookjes van Nederlands met vragen. En hoe komt het? En hoe heb je dat gedaan? En dat vind ik wel leuk. Dus ik denk dat op zich dat ik een beetje een ambassadeur ben. Voor de Nederlandse keuken denk ik niet. Maar ja, opeens ben ik dit jaar dus de beste Nederlander in de lijst. En ik denk dat het meer opgemerkt is door Nederland dan door het buitenland. Maar Ik zei tegen Serge, ik hou gewoon even die plaats voor je warm. Totdat je er volgend jaar weer in kan komen. Dus als Zeeuw. Dus onder Zeeuw houden we eventjes de plaats warm. De hoogste plaats. Ja, ik ben... iedereen weet dat ik een Nederlander ben. En dat is ook heel duidelijk. Het is ook heel vaak worden vragen gesteld. Nederlander, Hongkong, Franse keuken. Ik leg het even uit. Natuurlijk is dat onduidelijk, maar dat heeft te maken, zoals ik uitleg, dat ik echt een francofiel geworden ben van mijn tijd in Frankrijk. Ja, ik ben echt een Nederlander. Ik weet ook dat de Nederlandse consul heel vaak refereert naar de beste bekende Nederlander is Richard Ekkebus en dat gebruikt hij vaak in zijn toespraakjes. Dus een bepaalde trots, denk ik, op Nederlands niveau. We hebben heel veel Nederlandse gasten. Natuurlijk de samenwerking met KLM de laatste 2 jaar voor de businessklasse heeft heel veel leuke PR en aandacht gecreëerd voor ons in Hongkong. De Nederlandse pers vindt het altijd heel bijzonder dat een Nederlander het goed doet. Want ik hoor heel vaak Nederlanders zeggen, oh, god, vind ik zo geweldig, een Nederlander die het zo goed doet in Hongkong. En dan denk ik van, ja, het had Amsterdam kunnen zijn, maar het is Hongkong geworden. En het is een stad geweest die mij gemotiveerd heeft om mijn best te doen. Maar er is wel een bepaalde trots die, denk ik, daar is. Als je naar Hongkong komt, zou ik zeggen, ik ga mooi Chinees eten. Maar iedere Nederlander wil toch graag bij mij komen eten. Dus dat is ook wel heel leuk. Dat maakt het heel interessant. Dus we hebben dagelijks Nederlanders in ons restaurant.